Dit college wordt gegeven in het kader van de voorbereiding op de farmacotherapie eindtoets en betreft basale farmacokinetiek, hetgeen ook een van de vele onderwerpen is die u moet beheersen bij die farmacotherapie eindtoets. De kinetiek beschrijft wat het middel met een geneesmiddel doet. Dat betreft het proces absorptie, een opname, en daarin is gekoppeld het begrip biologische beschikbaarheid, wat ik zo zal uitleggen. Daarna, na de absorptie, volgt de distributie in het lichaam. Daaraan is gekoppeld het begrip verdelingsvolume. Als het gedistribueerd is, wordt het vervolgens gemetaboliseerd, dus afgebroken of verwerkt door het lichaam. Daarin is gekoppeld het begrip klaring. En uiteindelijk wordt het uitgescheiden, ofwel via de nier, ofwel via de gal. En ook daarin is gekoppeld het begrip klaring en uitscheiding. Als laatste zal ik ook het begrip halfwaardetijd bespreken. Biologische beschikbaarheid betreft de fractie die na toediening van een orale, meestal orale dosis in de systemische circulatie terechtkomt. Als iets intraveneus toedient, is er ook wel een biologische beschikbaarheid, maar dan is die fractie altijd 100%. Bij orale toediening kan dat minder zijn. Dan hoeft niet alles systemisch terecht te komen en uiteindelijk zal alleen maar werken hetgeen systemisch terecht is gekomen. De dosis die de systemische circulatie bereikt, wordt dan F maal die dosis, een fractie van de dosis. En daar moet je uiteindelijk mee rekenen. Dus als de biologische beschikbaarheid 50% is en je dosis is 1 milligram, dan denk je wel 1 milligram te geven, maar in feite geef je een halve milligram omdat de helft maar aankomt. Hier zie je in grafiek hoe we aan die biologische beschikbaarheid komen. Wat je doet is dat je een bepaalde dosis intraveneus toedient en dan kijkt hoe de area under the curve is, dus hoe er in de loop van de tijd de concentratie is. Vervolgens geef je dezelfde hoeveelheid oraal en krijg je een andere area under the curve, deze witte hier, en die is lager. En je snapt wel dat de area hier minder is dan de area daar bij IV. En als je die twee area's op elkaar deelt, krijg je de biologische beschikbaarheid. Dat zegt dus hoeveel van die orale ingenomen dosis uiteindelijk in die patiënt terecht te komen is, het percentage. Niet alles komt namelijk systemisch terecht. Enerzijds wordt niet alles opgenomen, anderzijds wordt bij de eerste passage door de lever, de first pass, een bijzondere passage die zich alleen na orale toediening voordoet. Bij die passage wordt ook een deel kapot gemaakt. En dan pas zit het achter de lever en in de systemische circulatie. Daar raak je dus een belangrijk deel, of kan je een belangrijk deel kwijtraken door die twee stappen, de opname en de eerste passage. Wat er overblijft noemen we biologische beschikbaarheid. Soms is de biologische beschikbaarheid nul en dat geldt voor geneesmiddelen die in de darm achter moeten blijven omdat ze daar werken. Een mooi voorbeeld is loperamide of imodium, een middel wat gegeven wordt tegen obstipatie. Dat is in feite een opiaat, een soort morfine. Echter, na orale toediening wordt 40% geabsorbeerd, maar door een zeer groot first pass effect bereikt maar minder dan 1% de systemische circulatie. Dat wil zeggen, dit opiaat loperamide werkt niet systemisch, er komt bijna niks terecht. Het werkt alleen in de darm en geeft dus alleen het darmeffect van opiaten en dat is obstipatie. Het wordt dus gegeven als stoppend geneesmiddel. Biologische beschikbaarheid is van belang als je als dokter van intraveneuze naar orale toediening gaat. Bijvoorbeeld, biologische beschikbaarheid van furosemide is 50%. Dus is 40 milligram intraveneus equivalent aan een 80 milligram orale dosis. Dus als een patiënt 80 milligram
per os gebruikt en u wordt gedwongen om dat IV te geven, bijvoorbeeld omdat iemand niet meer kan eten, dan moet je om die reden 40 milligram geven, de helft. Omdat die patiënt normaal ook maar de helft binnenkrijgt, omdat de biologische beschikbaarheid maar 50% is van die orale toediening. Het begrip verdelingsvolume is het volume wat je kunt berekenen als je weet hoeveel geneesmiddelen in de patiënt zit in de daarbij behorende geneesmiddelenconcentratie. Dat klinkt ingewikkeld, maar is het niet. Stel, een patiënt krijgt 100 milligram van een geneesmiddel en je vindt vervolgens in het bloed 20 milligram per liter terug. Dan is het net of je die 100 milligram in een bak van 5 liter hebt gegooid. Dat betekent dus dat die patiënt dat geneesmiddel vooral in zijn bloed houdt, want we hebben ongeveer 5 liter bloed. En het verdeelvolume is dan 5 liter. Echter, sommige geneesmiddelen hebben een veel groter verdelingsvolume. Sommige geneesmiddelen, als je 100 milligram geeft, vind je bijvoorbeeld maar 0,1 milligram per liter terug. Dat is het net of je die 100 milligram in een bak van 1000 liter hebt gegooid. U snapt natuurlijk wel dat er geen enkel lichaamscompartiment is wat 1000 liter is. Dus dat is een virtueel compartiment wat je kan berekenen als je weet wat er in die patiënt zit en de bijbehorende concentratie. Dat is handig om te weten, dat compartiment, want als je weet welke concentratie je moet bereiken, weet je welke je dosis je moet geven om die concentratie te bereiken, omdat je van die patiënt het verdelingsvolume weet. De formule wordt dan C0, de concentratie op tijdstip 0, is F maal dosis, we hadden net al gezegd, niet de hele dosis, maar die fractie van de dosis, F maal dosis die echt binnenkomt, gedeeld door het verdelingsvolume. Die wordt dus opgelost in dat verdelingsvolume en dat leidt tot die concentratie. U kunt dan dus de bloedconcentratie bepalen of, als u weet hoeveel u geeft en u wist het verdelingsvolume, u kunt ook zeggen, als ik een bepaalde concentratie wil bereiken, moet ik een bepaalde dosis geven, kunt u zo bereiken. Dat verdelingsvolume is dus enerzijds afhankelijk van het geneesmiddel. Sommige middelen zitten juist in het bloed of andere juist daarbuiten. In het eerste geval krijg je een heel klein verdelingsvolume. In het andere geval een heel groot verdelingsvolume. Maar is ook afhankelijk van de bouw van uw patiënt. Dat ziet u op deze dia. Op deze manier bij een bepaalde dosis een lagere spiegel zou hebben gehad. Omdat dat geneesmiddel zich in een groter verdelingsvolume zou verdelen. En daar dus, als waar doe je het geneesmiddel in een grotere bak, grotere emmer, en dus krijg je een lage concentratie. Als deze baby dezelfde dosis krijgt, zal de concentratie veel hoger zijn. Dat betekent dus dat verdelingsvolumina worden vaak uitgedrukt in liter per kilogram lichaamsgewicht, omdat mensen met veel lichaamsgewicht een groter verdelingsvolume zullen hebben. Deze dia vertelt waar we dat verdelingsvolume voor gebruiken. Die gebruiken we voor het berekenen van de oplaaddosis. De dosis die je in één keer nodig hebt om een bepaalde concentratie te bereiken. En u snapt natuurlijk wel dat deze meneer meer nodig zal hebben om die concentratie te bereiken dan deze baby. Dus de oplaaddosis is de eerste dosis die je nodig hebt om een bepaalde concentratie te bereiken. Het volgende begrip wat ik met jullie wil bespreken is het begrip klaring. Klaring is de hoeveelheid plasma die per tijdseenheid schoongemaakt wordt. Voor eerste orde kinetiek, en daar hebben we het hier over, en dat is eigenlijk de kinetiek die het meeste zich voordoet in de kliniek, geldt dat dat een vaste hoeveelheid plasma is. Dus onafhankelijk van je concentratie wordt er een vaste hoeveelheid plasma schoongemaakt. En dan bepaalt de concentratie in het plasma hoeveel geneesmiddel je kwijtraakt. U ziet dat hier in dit plaatje uitgebeeld. Je maakt een vast volume schoon. U ziet steeds dat vierkantje. Als de concentratie laag is zoals hier, wordt dat schoongemaakt en zal er weinig geneesmiddel verdwijnen uit het lijf van de patiënt. Als de concentratie hoog is, dan zal in datzelfde concentratie meer geneesmiddel zitten, in diezelfde hoeveelheid plasma meer geneesmiddel zitten en zal veel geneesmiddel de patiënt verlaten. Dus
als je de klaring, dat volume wat schoongemaakt wordt, vermenigvuldigt met de concentratie, hoeveel er in dat volume zit, bereken je de hoeveelheid geneesmiddel die die patiënt verlaat, zoals ik hier laat zien. Het volume wat schoongemaakt wordt keer concentratie bepaalt hoeveel geneesmiddel eruit gaat. Dus klaring keer concentratie bepaalt hoeveel geneesmiddel eruit gaat. De dosis per tijd bepaalt hoeveel geneesmiddel er per tijdseenheid ingaat bij een patiënt. Of eigenlijk F maal dosis per tijd. Dus dit is wat die patiënt inneemt, dit is wat hij per tijdseenheid uitscheidt. En in steady state, daarom staat hier SS, in steady state geldt dat wat je geeft precies evenveel is als wat eruit komt. En dan kom je op deze formule. Deze formule is de formule die we gebruiken voor onderhoudsdosis. De dosis die je moet geven om een bepaalde concentratie te handhaven. Dat is te handhaven. Dosis per tijd. Die is dus afhankelijk van de klaring en natuurlijk de biologische beschikbaarheid. Die bepaalt hoeveel dosis per tijd je moet geven om een bepaalde concentratie te bereiken. Dus niet verdeelvolume, enkel en alleen de klaring. Dat staat hier nog eens in deze dia. Dosis per tijd is de onderhoudsdosis die je nodig hebt om bepaalde dosis te handhaven. En die is dus alleen afhankelijk van de klaring. En de klaring is het volume van plasma wat per tijdseenheid wordt schoongemaakt. Er zijn twee klarende organen, althans twee belangrijke klarende organen in het lichaam. De nier en de lever. En de nier heeft als uitgang de urine en de lever heeft als uitgang de ontlasting, hoewel de lever ook metabolieten kan maken die door de nier en de urine worden uitgescheiden. En de nier doet dat door glomerulaire filtratie, dat gebeurt hier. Uit het bloed wordt er een deel van het plasma geperst met het geneesmiddel erin. En als het volume teruggehaald wordt en het geneesmiddel achterblijft, zal dat in de urine terechtkomen. Echter, het geneesmiddel, de nier, kan een deel van het geneesmiddel weer terughalen in het plasma. En dat wil zeggen dat er minder in terecht komt. En dan zal de klaring van het geneesmiddel minder worden dan de glomerulaire filtratie. Voor andere geneesmiddelen geldt, dat proces heet overigens tubulaire reabsorptie. Dat is proces C, daar wordt een deel teruggehaald. Voor andere geneesmiddelen geldt dat niet alleen het volume plasma wat gefiltreerd wordt, schoon wordt gemaakt, maar ook nog eens extra volume wordt schoongemaakt via een proces dat tubulaire secretie noemt. En daarmee komt de totale nierklaring van een geneesmiddel uit op dat proces A, de glomerulaire filtratie, daarbij proces B, tubulaire secretie, en daar afgehaald, weer teruggedaan, min C, tubulaire reabsorptie. De nier doet het over het algemeen in onveranderde vorm. Dus het geneesmiddel zelf wordt in onveranderde vorm uitgescheiden. Maar kan ook metabolieten die door de lever gevormd zijn uitscheiden. Soms zijn die metabolieten niet actief. Dan maakt het eigenlijk niet uit wat er met die metabolieten gebeurt. Of dat langzaam of snel gebeurt. Soms zijn die metabolieten zelf actief. En kan nierfunctieverlies dus er toch toe leiden dat een levergeklaard middel meer activiteit geeft. Nierfunctieverlies betekent vermindering van het proces A, de glomerulaire filtratie. Dat proces wat hier plaatsvindt. En we zeggen in principe dat als de klaring minder is, als nierfunctiestoornis is, dan kan je dat meten aan de glomerulaire filtratiesnelheid van de patiënt. En we zeggen dat als die met een bepaalde factor achteruit gegaan is bij de patiënt, dat ook tubulaire secretie en tubulaire reabsorptie met dezelfde factor achteruit is gegaan. En dat betekent dat de klaring van je geneesmiddel met dezelfde factor achteruit gaat als de klaring van de GFR, als de glomerulaire filtratiesnelheid. Dus als je nierfunctie een factor 2 achteruit gaat, gaat je renale klaring van een geneesmiddel een factor 2 achteruit. Dat is niet altijd waar. Lithium is een mooi tegenvoorbeeld. Als je lithium gebruikt en je raakt een beetje gedehydreerd, blijft je glomerulaire filtratie eigenlijk precies hetzelfde. Echter, dat proces C, de tubulaire reabsorptie, zal bij dehydratie toenemen van lithium. Dat wil zeggen dat je lithiumklaring minder wordt, terwijl je glomerulaire filtratie hetzelfde blijft. Dan is dus die renale klaring niet meer parallel aan je GFR. Maar dat is eigenlijk uitzonderlijk.
Dus als vuistregel zeggen we, de percentage achteruitgang van je GFR bepaalt de percentage achteruitgang van klaring van het geneesmiddel door de nier. Dat is vooral belang als je geneesmiddel voor meer dan 50% geklaard wordt door de nier. Als de nier dan slechter gaat werken, loop je kans op aanzienlijk hogere spiegels. En als er dan een smalle therapeutische index is van je geneesmiddel, dat wil zeggen dat er niet al te veel spiegelverhoging hoeft plaats te vinden voor toxische effecten, en het geneesmiddel zelf ook nog eens nefrotoxisch is, dan is het nog erger, dan moet je de dosis aanpassen. Dus in ieder geval aanpassen bij smalle therapeutische index, en het wordt nog belangrijker als het geneesmiddel zelf de nier beschadigt, omdat je dan een vicieuze cirkel kan krijgen. De nier wordt kapot gemaakt, daardoor krijg je hogere spiegels en daardoor wordt de nier nog meer kapot gemaakt. Daar moet je dus erg uitkijken. De lever metaboliseert geneesmiddelen en doet dat in fase 1 door de moleculen te veranderen, onder andere via cytochroom P450, en fase 2 door er een ander molecuul aan te binden, bijvoorbeeld glucuronide of een sulfaatgroep. En dan worden die veranderde moleculen zijn meestal wateroplosbaar en worden vervolgens uitgescheiden via gal of urine. Als het zo is dat zo'n metaboliet niet werkzaam is, ben je ook gelijk van de effectiviteit van je geneesmiddel af en zal de lever dus ook bijdragen tot het verminderen van effectiviteit van je geneesmiddel, hetgeen heel vaak het geval is. Er zijn vele cytochroom P-subenzymen die fase 1 doen. 3A4, 2D6, allemaal subtypes. En dat is van belang, omdat er nogal wat geneesmiddelen zijn die cytochromen beïnvloeden. Cytochroom P3A4 is het belangrijkste subenzym, omdat hij het meeste geneesmiddelen afbreekt. En daar kennen we vele remmers van. Als een geneesmiddel CYP3A4 remt, zullen andere geneesmiddelen die daardoor worden afgebroken een hogere bloedspiegel krijgen en loop je kans op toxiciteit. Dat effect treedt direct op. Vaak is er sprake van competitieve inhibitie. Als CYP3A4 met geneesmiddel A bezig is, kan die B niet goed afbreken en dan heb je een interactie en wordt de spiegel van B hoger. Dat wordt belangrijk en bekende CYP3A4 remmers zijn de antischimmelmiddelen, de azolen, itraconazol, ketaconazol, de macrolieden, claritromycine en erythromycine, maar ook een geneesmiddel als verapamil en zelfs grapefruitsap kan CYP3A4 remmen en dus zorgen dat er substraten van CYP3A4 hogere spiegels krijgen en potentieel toxisch kunnen worden. Hier ziet u wat er gebeurt. De blauwe lijn is de lijn die je hebt als normaal. En als je inhibitie hebt, omdat er zo'n 3A4 remmer is, loopt de spiegel verder omhoog en krijg je toxiciteit. Daarnaast is het van belang dat die inhibitie soms zo krachtig kan zijn dat de area under the curve, of ik kan beter zeggen de spiegel van je geneesmiddel, met een factor 5 à 10 gaat oplopen. Dat wil zeggen dat je bloedspiegel wel 5 à 10 keer zo hoog wordt en dus je kans loopt op toxiciteit. Daarnaast is een andere vorm van interactie op CYP-niveau betreft enzyminductie. Sommige geneesmiddelen zorgen ervoor dat enzymen van de lever harder gaan werken of meer gevormd worden in de lever en daardoor worden andere geneesmiddelen sneller afgebraakt. En dan kan je AUC juist omlaag gaan met een factor 5. En het is zo dat die enzyminductie zich niet direct voordoet, maar dat die zich na een paar dagen of weken behandeling zich voordoet. En wat er dan gebeurt is dat de bloedspiegel van andere geneesmiddelen, die worden afgebroken door het enzym wat geïnduceerd is, dat die spiegel lager wordt. En je moet dan dus hoger doseren om een goede spiegel te houden. En als het inducerende geneesmiddel gestopt wordt, moet je de dosis weer aanpassen, omdat je anders toxiciteit krijgt. Hier ziet u wat er gebeurt. Normaal is de blauwe lijn, er was een inducerend middel gestart die ervoor zorgt dat de spiegel lager wordt. Als je het inducerende middel, als je dus hogere dosis geeft, kan je dit weer bereiken. Als je het inducerende middel stopt,
zal die omhoog gaan. Omdat je hogere dosis dan onterecht gegeven wordt. Het is gevaarlijk bij het stoppen van het inducerende geneesmiddel. Bekende enzymeinductoren zijn de antiepileptica carbamazepine en fenytoïne, het antibioticum rifampicine, wat vooral bij tuberculose wordt gegeven, en het Sint-Janskruid, wat een antidepressivum is, wat in de, bij de drogist gekocht kan worden. Ook overigens maar een zwak antidepressivum is, maar wel deze inductie kan geven. Het laatste begrip wat ik wil bespreken is het begrip halfwaardetijd. Halfwaardetijd vertelt u hoe lang het duurt voordat het geneesmiddel voor de helft verdwenen is. En bij eerste orde kinetiek geldt dat dat een vaste hoeveelheid tijd is, zo'n halfwaardetijd. Dus van 8 naar 4 kost een uurtje en van 4 naar 2 kost een uurtje en van 2 naar 1 kost een uurtje en van 1 naar 1,5 kost een uurtje. Dat is halfwaardetijd. Belangrijker nog dat u weet hoe lang het duurt voordat het geneesmiddel weg is, is dat u met die halfwaardetijd informatie krijgt hoe lang het duurt voordat u een steady state spiegel hebt. Want het is zo dat na 3 à 5 halfwaardetijden die steady state ongeveer bereikt is. U ziet 1, 2, 3 halfwaardetijden zitten hier en bij 4, 5 komt hij daar aan. En dat betekent pas dat voordat u een bloedspiegel kan interpreteren of uw dosis genoeg is, of de patiënt genoeg reageert, na 5 of 3 à 5 halfwaardetijden. En als u dat te vroeg doet, de spiegel te vroeg doet, of hier al zou besluiten, voor god, mijn geneesmiddel werkt nog niet, en u zou hier de dosis ophogen, loopt u kans straks veel te hoog uit te komen, omdat u die beslissing te vroeg maakt. Dus de halfwaardetijd is een zeer belangrijk gegeven om te weten hoe lang het duurt voordat je steady state hebt. Wat je ook ziet, is als de halfwaardetijd lang is, dat die patiënt de eerste tijd niet goede spiegel zal hebben, dus niet voldoende behandeld zou worden. De halfwaardetijd is omgekeerd evenredig met de klaring. Dat is logisch. Als de klaring slecht is, dus laag is, zal de halfwaardetijd toenemen. Wat lastiger te begrijpen is, is dat de halfwaardetijd ook afhankelijk is van het verdelingsvolume. Als het verdelingsvolume heel groot is, betekent dat de bloedspiegel heel laag is en zit het geneesmiddel eigenlijk vooral niet in het bloed, maar vooral daarbuiten, meestal vet of soms spieren. U snapt natuurlijk wel dat de klarende organen, lever en nier, maken alleen het bloed schoon. En als de bloedconcentratie heel laag is en het geneesmiddel vooral daarbuiten zit, ben je dus heel inefficiënt bezig als lever en nier bij een groot verdelingsvolume, omdat je een compartiment schoonmaakt waar het niet zit. Het moet dan eerst nog uit dat vet in het bloed komen voordat het uitgescheiden kan worden. Een groot verdelingsvolume leidt dus tot een lange halfwaardetijd. En daarmee krijg je deze formule. De halfwaardetijd is 0,7, eigenlijk de natuurlijke logaritme uit 2, keer het verdelingsvolume gedeeld door de klaring. Groot verdelingsvolume betekent grote halfwaardetijd. Grote klaring betekent korte halfwaardetijd. Dat klopt. Bij lange halfwaardetijd, wat je dus hebt bij lage klaring, groot verdelingsvolume, duurt het heel lang voordat je steady state hebt. En als dat heel erg lang duurt, dan spreken we van cumulatie. Het blijft maar omhoog lopen bij die lange halfwaardetijden. Dus het kan zijn dat die patiënt steeds meer last krijgt van een geneesmiddel, omdat die bij dezelfde dosis, omdat het zo lang duurt voordat dat bereikt wordt, die steady state concentratie. Wat ik u net al uitlegde, je moet dan niet te vroeg een bloedspiegel meten om te bepalen of je goed zit. Hier ziet u een aantal geneesmiddelen met hele lange halfwaardetijden, zoals digoxine, amiodaron en het antibioticum teicoplanin. En u snapt natuurlijk wel, als je 3 à 5 halfwaardetijden moet wachten voordat dit helpt, dat die patiënt al lang dood is. Dus dan is het heel erg handig om eerst een oplaaddosis te geven, zodat je niet 3 à 5 keer 70 à 100 uur moet wachten voordat het antibioticum gaat werken. En dat geldt ook voor het antiarritmicum amiodaron en digoxine. Ook daar kan het verstandig zijn oplaaddosis te geven, zodat je direct een effect hebt en niet zo lang hoeft te wachten.